Mijn naam is Milka Jemane en ik heb een achtergrond in sociaal-juridische dienstverlening en een achtergrond in internationale betrekkingen en politicologie. En ik heb 3 jaar geleden stichting LUMAD opgericht. En LUMAD is eigenlijk ontstaan voor Eritrese statushouders, Eritrese nieuwkomers. Joni? Yes. Hij is vijf. Ja? Wij willen eigenlijk als een soort van bruggenbouwerfunctie gaan kijken hoe we kunnen gaan lobbyen voor effectiever inburgering. En vooral meer maatwerk wat aansluit op de behoeften van Eritrese nieuwkomers in Nederland. Ja, maar dat zie ik niet. Als ik een juf ben, dan ga ik dit niet goedkeuren. Okay. Dus wat moet je dan doen? Kim Kleisters. Ja. Namen? Altijd? Hoofdletter. Hoofdletter. Voornaam, achternaam, altijd met een hoofdletter. Het persoonlijke inburgeringsplan, de nieuwe plannen van minister Koolmees. Ik denk dat dat zeker een succes kan worden, maar er moet wel heel goed gekeken worden naar hoe je dat gaat implementeren. Als je nu bijvoorbeeld aan een Eritrese nieuwkomer vraagt, je bent inburgeringsplichtig, wat wil je doen, waar wil je zijn? En dat ga je allemaal al vaststellen in een plan en je wil je daar alleen aan houden. Dan denk ik, dat is volgens mij niet de juiste manier om het te implementeren. Je mag geen Google gebruiken. Ik geloof ook voor hen die laaggeschoold zijn, laaggeletterd zijn, dat er zeker wel een manier is om ook te gaan beginnen met het traject, inburgeringstraject. Alleen laten we ons niet vastbinden op het aantal jaar. Laten we ook kijken van wat zijn andere mogelijkheden. Ik denk met heel veel creativiteit en dat je daar op andere manieren, dat je iemand wel kan laten inburgeren in Nederland. En misschien niet met heel veel foldermateriaal meegeven en stapels papieren en zeggen hier, doe het maar. Maar ook om te kijken van kan er een coach aangekoppeld worden? Misschien nog eerst toch wel een beetje meer in eigen taal. Ja, daarom is het zo belangrijk. Vrijwilligerswerk of gewoon werk. Als je maar ergens komt waar je veel kan praten. Ik begrijp wat de ombudsman bedoelt als je eigenlijk zegt dat het een valse start is voor staatshouders om zo in te burgeren. Omdat er inderdaad niet voldoende wordt gekeken naar maatwerk. Dat er niet voldoende wordt aangesloten op de behoeften van die doelgroep. Inburgering kan je gewoon niet afzijdig zien van al het andere. Inburgering heeft ook te maken met als jij niet goed in je vel zit. Als de financiën niet op orde zijn. Als het niet goed gaat met je kinderen. Als je in de inburgering heel moeilijk kan meedraaien. Daarom is maatwerk zo belangrijk. Er moet gewoon veel integraler gekeken worden naar de situatie van de nieuwkomer in Nederland.